Allah die ziet dat, Allah die weet mijn intentie, Allah die weet hoe ik ben en hoe ik ook echt denk, begrijp je? Ja, ja. Ja. Maar influencers, die jongens op social media, broeder, 9 van de 10, ze zijn allemaal nep. Wallah, yes, ze zijn allemaal nep. Ze zijn niet hoe ze zijn in het echt, begrijp je? Ze doen allemaal stoer. Ze doen allemaal stoer. Ze denken, oh, en ik ken ze allemaal, broer. En 9 van de 10 hebben niet eens wat. Ik was laatst met een vrouw aan het bellen, Allah is mij getuigd. Ik praat 42 minuten lang met die vrouw en met haar zoon. Uiteindelijk zegt zij tegen mij van, maar waarom doe je dit? Ik zeg, mevrouw, ik weet wat u voelt. En als ik daar verandering in kan brengen, dan ben ik daar de dankbaarste persoon. Dan zou ik dat echt gewoon enorm tof vinden dat ik zoiets kan betekenen voor iemand. Want ik weet wat u voelt en waar u doorheen gaat. Heb je? En als ik dat kan veranderen door even met die jongen te praten, even hem aandacht te geven, even hem tijd te geven, dan doe ik dat regelmatig. Ik weet dat er kinderen meekijken. Ik weet dat er kinderen misschien van 13 jaar die niet eens Instagram mogen, die naar mij opkijken. Als ik bepaalde dingen ga doen, waarvan hun ouders zeggen niet doen. En Mohammed doet dat. En Mohammed is succesvol. En Mohammed heeft geld. En Mohammed heeft alles wat ik wil. En Mohammed doet dat ook. Dan gaan ze dat ook doen. Waarom is het erger om een zonde te openbaren dan om te maken? Maar ook gewoon bewust, weet je, dat al het goede is van Allah. Allah is hetgeen die het geeft. Allah geeft en Allah neemt. Begrijp je? Kijk, als ik het ooit niet meer zou hebben, dan is iemand een sebeb geweest die ertussen is gekomen. Maar Allah die heeft die alles tot daar gedaan voor mij en niet verder. En weet je wat mij echt sterk heeft gemaakt in het leven, broeder? Ja. Dat ik weet dat elke probleem die op mijn pad komt, dat ik van Allah heb gekregen en dat ik hem aankan. Bismillah met elke probleem. Wallah, kom, welke probleem dan ook komt, kom. Wat heb ik van Allah gekregen? Die heb ik niet van jou gekregen. Kom, bismillah, kom. Alles is een test. En hoe moeilijker die test, brada, hoe mooier de overwinning. Alhamdulillah, geduld hebben, sabr hebben en alles komt goed. Maak kennis met Fitra's GoFresh draagbare bidet. Ideaal voor onderweg, outdoor en openbaar ruimtes. Lekvrij design met luxe uitstraling. Altijd schoon en fris, waar je ook bent. Ontdek de unieke GoFresh exemplaren van Fitra via www.fitra.nl en maak gebruik van de unieke kortingscode HOSEIN15. Assalamu alaikum iedereen, welkom weer bij een nieuwe aflevering Dora met Hussein. Vandaag met niemand minder dan Mohammed Bicep, Mo Bicep. Ik ben nu in Breda en ik ga hem ophalen en dat wordt een leuk gesprek inshallah. Kijk mee, oh ik zie hem al hoor, daar is hij. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Sakina Reizen, de reisbureau waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid samengaan. Boek nu een onvergetelijke reis naar de twee beste plekken op aarde. Wacht niet te lang en twijfel niet langer. Neem vandaag nog contact met ons op en wij regelen het van A tot Z. Op zoek naar een professionele website met eigen huisstijl? Digistack is een full-stack development agency dat design, websites, webapplicaties en nog veel meer aanbiedt. Vergroot je digitale aanwezigheid met onze op maat gemaakte oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op en wij maken jouw idee werkelijkheid. Daar hebben we nu, onze Mohammed. Ja, we zijn er, mijn broeder. Alles goed, broeder? Alhamdulillah, met jou, broeder. Ja, alhamdulillah, barakallahu fik, goeie Mohammed. Allereerst, broeder, wil ik jou bedanken, broeder, voor dat je ja hebt gezegd om mijn uitnodiging. Ja, maar jij bedankt voor je uitnodiging, mijn broeder. Ja, tuurlijk. Het is niet zomaar iets om hier te zitten, toch? Allah, de collega, dank je wel. We worden bij elkaar gebracht, hè, broeder. Ja, weet je, toch? Bijzonder is dat, hè? Alhamdulillah. Hoe is Amra? Goed, was goed, goeie, yeah. Alhamdulillah, man. Alhamdulillah. Wanneer ga je naar Amra? Ja, zo snel mogelijk inshallah. Ja? Wanneer we daar kunnen komen, zullen we daar gelijk naartoe gaan. Ja, maar broer, je bent altijd welkom, hè? Altijd, man, broer. Dat is ook een plek, dat is ook niet voor iedereen, broer. Je toch, Allah neemt daar niet de mensen die daar uiteindelijk gewild worden. Ja, zeker. Sommige mensen wilden daar naartoe gaan, maar daar niet, of? Ja, ja. Nog erger nog, sommige mensen wonen in Mekka. We hebben nog nooit de moskee van binnen gezien. Nog nooit. Dus dat is de leidinglist bij Allah. Snap je? Dat had het net nog over leiding. Ja, toch? Leiding. Ja, broer. Hoe was Spanje, gooi? Ja, alhamdulillah, maar ik ben daar een beetje bezig met MB Nutrition, proberen een beetje internationaal te gaan. Ja. Het is niet makkelijk, maar ik wil niet zeggen dat het niet haalbaar is. Ja, nee, tuurlijk niet, broeder. Ik probeer altijd met alles gewoon door te gaan, met alles wat ik doe, gewoon doorzettingsvermogen te hebben en te knallen. Subhanallah. En deze passie had je al vanaf vroeger al? Ja, vanaf jongs af aan was ik altijd al een handelaar. Ik hield altijd van handelen, dingen inkopen, doorverkopen. Ik had een autobedrijf, ook altijd gewoon mijn best doen om te kijken van hoe kun je anders zijn dan anderen met hetgeen wat je doet. Ja. En naarmate de tijd wordt dat natuurlijk wel steeds beter en beter en beter, naarmate de tijd dat je jezelf in gaat verdiepen. Ja, laat maar werken, bro. Want hoe ben je begonnen met de social media wereld, met vloggen bijvoorbeeld? Dat was lang geleden, in 2015, 2016. Ja. Begon ik een beetje wat video's te maken, mopjes hebben, jongens, check het even. En steeds meer mensen wilden dingen weten van mij, begrijp je? Van hoe train je bepaalde spiergroepen? En dan ging ik daar video's over maken. En ik zag al heel snel dat veel mensen het leuk vonden, die video's die ik online plaatste. En ze wilden steeds meer dingetjes zien. Ja. En na de tijd gooi je er gewoon in, begrijp je?
op een gegeven moment dat je steeds meer volgers tegenwoordig ziet. Ja, steeds meer volgers, steeds meer bereik, steeds meer mensen die over je praten, steeds meer mensen die gewoon geassocieerd willen worden met hetgeen wat je doet. Ja. En heel veel mensen die je daardoor motiveert door gewoon de dingen te doen die je gewoon doet en gewoon online plaatsen. Ja, nou mijn werk. Wat vind jij zeg maar moeilijk als influencer? Wat vind je echt moeilijk? Weet je, het is broeder, ik zie mezelf niet echt eigenlijk als influencer. Ik ben gewoon ondernemer, ik ben een persoon die gewoon dingen online plaatst. En al heel snel noemen ze je dan influencer. Ik ben een ondernemer, ik ben een vader. En een influencer is iemand die een bepaalde invloed heeft op bepaalde mensen, op bepaalde doelgroepen. Je hebt het ook zeker op. Alhamdulillah, nou wel, ja, alhamdulillah, die heb ik wel, je weet toch. Maar heel veel mensen noemen zichzelf al snel, ik ben influencer of wat dan ook, dat ze veel volgers hebben. Als je veel volgers hebt, wil ik niet zeggen dat je een influencer bent. Ja, precies. Ik heb veel volgers, alhamdulillah. Ik ben een ondernemer en ik zit daar gewoon handel in. En als ik handel in iets zie, dan het hangt. Ja, lach maar werk. En zeg maar, deze heb je zeg maar vanaf van je vader meegekregen, dat je moet handelen? Ja, van mijn vader heb ik sporten meegekregen, dat ik altijd moest sporten. En sport heeft mij uiteindelijk wel doorzichtsvermogen gegeven en dat soort dingetjes. En daardoor ben ik ook gaan ondernemen. Door sport leer je ook doorzichtsvermogen te hebben, doelen te behalen. En ondernemingswereld is dat ook precies hetzelfde. Je wil gewoon steeds meer doelen behalen. Ja, zeker, zeker. Maar wel alhamdulillah dan altijd. Ja, zeker, 100%. Dat is één ding wat belangrijk is. 100%. Maar mensen willen altijd meer, begrijp je? Maar je moet wel tevreden zijn met hetgeen wat je hebt. Dat is een beetje mens eigen, hè? Ja, maar we willen altijd meer. Iedereen wil altijd, je wilt meer, maar of dat jou steeds gelukkiger gaat maken, ik denk niet dat jou steeds gelukkiger gaat maken. Het geluk zit in het werken naar iets toe, begrijp je? Ja, natuurlijk, zeker. Toen ik die auto ging halen bijvoorbeeld, je weet toch, daar naartoe werken. Maar als je hem eenmaal hebt, dan wil je weer een nieuwe doel stellen voor jezelf, begrijp je? Ja, subhanallah, ja, goeie Mohammed. Het doel van dit programma, zeg maar, door met Hussein, is zeg maar, de persoon leren kennen achter zeg maar, de social media wereld. Ja, Mohammed. Ja, Mohammed. Ja, kan je jezelf heel kort voorstellen, broeder, wie echt Mohammed nou daadwerkelijk is? Mohammed Lemali. Ik ben 33 jaar pas geworden. Ik kom uit Breda. Ja. Ja, voor de mensen die mij kennen, die weten, Mohammed Lemali is gewoon hetzelfde als Mo Bicep. Alleen een Mo Bicep is een naam die ik ooit heb gekregen, gecreëerd voor mezelf. Ja. Op social media, begrijp. Maar Mohammed is gewoon een lieve jongen, een ondernemer en die gewoon zijn passie volgt. En alles met goede doorzettingsvermogen doet. Alhamdulillah, want je bent ook vader van 3 kinderen? Alhamdulillah, 3 kinderen. Jongens? Inshallah, ja, 3 kinderen. Zou ik een dochtertje willen? Ja, inshallah, wat Allah me geeft, daar zal ik altijd blij mee zijn. Tuurlijk, alhamdulillah. Ik wil wel veel kinderen. Ja? En wat is veel kinderen? Ik weet niet, 5, 6. Ik vind het leuk om met mijn kinderen te zijn, begrijp je? Ja, ik maak ook heel vaak video's van mensen. Van, kijk, vader worden is makkelijk, maar papa zijn is een ander verhaal, begrijp je? Mensen worden wel vader, maar ja, geef hun vrouwtje geld en dan op een gegeven moment, ja, koop iets voor die kleine, je weet toch, en dan even een fotootje samen plaatsen en dan ook kijken hoe vreed ik ben, je weet toch, en dan vervolgens ga je weg. Maar hoe oud ben je, broeder? Ik ben 32. 32? Ja. Oh, je bent iets jonger dan ik. Ik ben iets jonger, Oké, okay, je bent 32, broeder, maar je bent nooit vergeten wat je ouders weer hebben gedaan. Nee, tot de dag van vandaag is verhaal, je weet toch? Je vergeet dat nooit. Was je vader daar met voetbal? Was hij daar zo met zwemles? Of was hij alleen maar, eet toch even snel, en was hij alleen maar aan het werken, begrijp je? En ik spreek zoveel jongens in mijn omgeving die echt gewoon geld hebben, gewoon serieus geld hebben. En dan vraag ik hun van, hoe ben je eigenlijk met je kids? Je weet toch, want ik zie je nooit met je kinderen. En die onderwerpen staat heel gevoelig voor mensen, begrijp je? Die nooit met hun kinderen zijn. Dat is even een besefmomentje, begrijp je? Als mensen het besef hebben, hoe snel de tijd gaat, broeder, dan zouden ze die dingen heel goed gaan waarderen wat ze hebben, begrijp je? Mensen zijn steeds maar bezig met het leven. Je weet, je wordt geleefd door het leven, snap je? Maar je moet het leven leven. Dat is gewoon een rollercoaster. Maar je moet wel altijd beseffen, kijk, dankbaarheid is heel belangrijk. Wallah, alhamdulillah, dat heb ik al vanaf dag 1 gezegd, weet. En naarmate de tijd dat je steeds bekender wordt, gaan er steeds meer mensen een mening over je hebben, begrijp je? Steeds meer mensen gaan over je praten, steeds meer mensen hebben een mening over jou, maar ze kennen de persoon Mohammed, kennen ze niet. Nee, want ik kom heel vaak mensen tegen, broeder, ik maak echt zoveel stories mee op een dag, je weet wel. Maar dat mensen mij zien in het echt en zeggen van, hé bro, ik had niet verwacht dat je zo, ik weet niet, ik dacht dat je toch wel anders was. En dan zeg ik, nee, waarom? Dat is eigenlijk een beeld wat we creëren van onszelf, of wat er gecreëerd wordt door mensen. Ja. Mensen hoe ze naar jou kijken, begrijp je? Yes. Als je jongens naar jou hebt die naar jou kijken en jou als motivatie. Kijk, ik krijg bijvoorbeeld vaak berichten naar broeder van mensen. Ja, niet bluffen, dit en dat, bla bla. En dan heb ik dat niet gezien of wat dan ook. En dan naarmate de tijd hebben ze mij bijvoorbeeld weer berichten gestuurd van. Hé bro, ik ben begonnen met ondernemen en ik doe dit nou. En echt respect voor jou hoe je het doet. Bla. Kijk, ze hebben niet dezelfde visie. En als iemand niet dezelfde visie heeft, gaat hij heel snel denken van, ja, kijk, een bluffen. Maar ze begrijpen de strategieën niet. En als je de strategieën niet begrijpt, is het leven is een schaakspel. Als je niet kan schaken, moet je niet schaken, anders word je schaakmat gezet. Ja, precies. Nou, maar werk. Vorig had het ook over, heel kort door de telefoon, dat ook sommige moeders bellen jou. Bijvoorbeeld gewoon huilend of van mijn zoontje is. Allah, broeder, echt gewoon junkie. Allah, ik en maak door jouw filmpjes, Sabi, is hij echt aan het motiveren. Allah, echt waar. Dat is bizar, Allah. En dat doet me echt goed. Ik krijg dagelijks berichten van mensen die zelfmoord willen plegen. En mensen kunnen wel zeggen, ja, zeker.
zeggen of wat dan. Maar Wallah broer, kijk, weet je, hoe alles draait in het leven, draait om de juiste intentie, begrijp je? Als jij de juiste intentie hebt met mensen, broer, Wallah, hoef je jezelf nooit druk te maken. Weet je toch? Ik spreek soms moeders van mensen, van jongeren, en dan die bellen mij en dan ben ik met hun aan de lijn en dan geef ik hun 40 minuten aan de telefoon. Ik was laatst met een vrouw aan het bellen en dan dacht ik, Allah adim, Allah is mij getuigd. Ja, tuurlijk. Ik praat 42 minuten lang met die vrouw en met haar zoon. Uiteindelijk zegt zij tegen mij van, maar waarom doe je dit? Ik zeg, mevrouw, ik weet wat u voelt. En als ik daar verandering in kan brengen, dan ben ik daar de dankbaarste persoon. Dan zou ik dat echt gewoon enorm tof vinden dat ik zoiets kan betekenen voor iemand. Want ik weet wat u voelt en waar u doorheen gaat. Begrijp je? En als ik dat kan veranderen door even met die jongen te praten, even hem aandacht te geven, even hem tijd te geven, dan doe ik dat regelmatig. Het is gewoon een wereld van verandering voor hen. Ja, moet je je voorstellen dat je in een dip zit en niemand geeft jou die ladder. Ja. En jij op dat moment geeft hem die ladder om zeg maar uit die dal te komen. Hoe mooi is dat dan, broeder? Zeker. Ik kom vaak mensen tegen. Ik was laatst eentje tegengekomen in Spanje, zo'n jongen, hij doet mensen kraken en zo. Ja. Dus ik praat met hem en ik zie gewoon misschien hij is aan het struggelen, je weet toch? En ik dacht, laat me deze man even helpen. Misschien kan ik hem die ene zetje geven. En hoe mooi zou het zijn als ik dan volgend jaar inshallah naar Marbella ga en dat ik zie dat hij een eigen winkel heeft. En ik denk, zie je nog? Weet je nog? Weet je nog? We waren samen aan het praten over ondernemen. Soms hebben mensen gewoon dat ene zetje nodig. En als jij dat zetje kan geven, bismillah. Ja, zeker. Veel mensen kennen Mohammed, alhamdulillah wel. Maar heel veel mensen die kennen Mohammed van social media. Die kennen Mohammed van social media. En dat is leuk, maar hoe kijken ze naar jou? Kijk, als iemand met een negatieve blik naar jou kijkt, dan is het al heel snel dat hij negatief naar jou gaat kijken en alleen maar negatieve dingen opvangt. Begrijp je? Maar als hij met een positieve blik kijkt naar jou, dan denkt hij, hey, tabarakallah wat die jongen doet, man. Hey, wat hij doet, tabarakallah, man. Dat zou ik ook wel willen. Ik zou ook wel zo willen zijn. Of ik zou ook wel bepaalde dingen willen doen. En dan ga ik voor werken en dan ga ik voor knallen. En als ik mijn doel behaal, ga ik Mohammed een bericht sturen en zeg, hey, bro, thanks, man. Dankzij jou ben ik echt veranderd. Dankzij jou heb ik... Er zijn heel veel mensen die durven hun trots niet aan de kant te zetten en te zeggen van, hey, jij bent mijn motivatie geweest. Gewoon kwetsbaar opstellen. Ja, ik stel mezelf heel kwetsbaar op bij mensen. Begrijp je? Als iemand mijn motivatie is geweest, dan zeg ik dat. Dan geef ik hem ook die prop. Zeg ik, hey broeder, showkans, bakkerla alik man. Echt waar, dankjewel voor je mooie woorden. Ja. Want dankzij die ene dingen wat je tegen mij hebt gezegd, ben ik bepaalde dingen anders gaan bekijken. Tuurlijk, een goeie Mohammed. Sinds dat je vader bent, ben je ook zeg maar een ander mens geworden? Ja, veel mensen zeiden altijd van, als je vader wordt, ga je echt anders worden. Maar ik dacht, ja weet je, het zal wel, begrijp je? Naarmate dat ik mijn eerste zoontje nog kreeg, naarmate de tijd, ik voelde het wel steeds, maar ik zat te kijken, maar oké, maar wat moet ik nou eigenlijk anders gaan voelen? Maar je bent op zoek naar een gevoel die op een gegeven moment zelf gaat komen, begrijp je? Als je vader wordt, dan, mijn zoontje werd op een gegeven moment 1 jaar, 1,5 jaar. En naarmate de tijd merk je wel dat je wel veel voorzichtiger gaat worden, man. Ja? Ja, je bent ook vaker op tijd thuis. Je gaat niet meer zomaar naar bepaalde plekken waar je voorheen kwam. Ja. Je gaat afstand doen van bepaalde mensen die niet hetzelfde doelen hebben als jij. Mijn tijd is echt kostbaar. Mijn tijd en energie, naarmate de tijd dat ik ouder ben geworden, heb ik echt gemerkt dat die heel kostbaar zijn. Ja. En ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen, kijk, papa heeft heel veel tijd voor jullie. Maar niet voor iedereen. Mijn tijd en energie zijn echt kostbaar. Ja. Ik ben 33 jaar en alhamdulillah, ik ben blij dat ik dat op tijd heb leren kennen. Alhamdulillah, zeker. En jij bent, Allahumma Barik, echt bekend door heel Nederland en waarschijnlijk ook wel nu bij België, Duitsland en zo. Ja. Hoe is dat, zeg maar... met bekende mensen, is dat zeg maar een wereld dat je denkt van ja, maar dat is een echte wereld, broeder, of is het heel veel nepheid? Broeder, ik ga het jou zeggen, heel die social media, alhamdulillah, het is een goede platform om jezelf daar met je ondernemingen weg te zetten en alles, maar 9 van de 10 mensen die ik heb leren kennen op social media zijn allemaal nep, broeder. Subhanallah. Want er zijn weinig die ik zeg van, hey, tabarakallah, maar deze jongen echt respect. Ik heb die jongen laatst leren kennen, hij is geen influencer, dat is die Andy. Die jongen doet cursussen verkopen, broeder, wallah, broeder, deze man heeft zo'n hart van goud, hè. Ja. En ik hou van met jongens om te gaan die doorzichtsvermogen hebben en die niet denken dat ze wat zijn. Begrijp je, takkebar? Je weet takkebar, hoe erg dat is, broeder. Hoogmoed, ja, hoogmoed. Mensen denken soms als ze mij in die auto zien van, ah, deze man. Maar wallah, broeder, als je mij in Spanje ziet, hè, of wat dan ook, of als je mij ziet hoe ik met die mensen daar ben, wat ik doe. Ik hoef niet mensen te zeggen, kijk deze jongen dit. Allah die ziet dat, Allah die weet mijn intentie, Allah die weet hoe ik ben en hoe ik ook echt denk, begrijp je? Ja, ja. Maar influencers, de jongens op social media, broeder, 9 van de 10, ze zijn allemaal nep. Wallah, ze zijn allemaal nep. Ze zijn niet hoe ze zijn in het echt, begrijp je? Ja, ze doen allemaal stoer. Ja. Ze doen allemaal stoer. Ze denken, oh, en ik ken ze allemaal, broer. 9 van de 10 hebben niet eens wat. Begrijp je? Ja. Als jij gewoon een normale ondernemer bent, broer, dan verdien je nog meer dan diegene. Alleen, ja. Kijk, subhanallah, laatst, weet je, echt, ik bekijk gisteren die film van, die programma van Dave Roelvink, ja. De Roelvinkjes. En dan zie je dat op een gegeven moment Dave... op een gegeven moment naar een afkikkliniek gaat. Ja, misschien. Afkikkliniek. En ik ga lang met die jongen om. Ik heb nooit geweten dat die jongen echt zo diep in de verslaving zat. Begrijp je? Nee. Ik ga lang met die jongen om. En dan bekijk ik gisteren die programma. Echt waar, voor de mensen die het nog niet hebben bekeken. Ga die programma bekijken. De Roelvinkjes, aflevering 5. Dat is echt waar. Toen ik hem zat te kijken, kreeg ik gewoon kippenvel. Ik zeg, ja man. Mooi dat die vader dit zo aankaart. Die vader is patroon. Die vader laat daar zien gewoon van, luister.
we gaan dit gewoon openbaren. Natuurlijk heeft hij met Dave erover gepraat, je weet toch. Ja. En ze gaan het openbaren en dan zie je op het laatst, hoe lekker gewoon kippenvel, broeder. Ja, ik zie gewoon beelden van hun dat ze samen aan het lachen zijn. En dat die vader zegt van, kijk, dit is ook bij ons. Wij zijn ook mensen, wij zijn ook een familie die kampt met problemen. Wat jullie zien is alleen lachen, gieren, brullen, we zijn uit eten, we gaan op vakantie, we gaan dit, we gaan dat. Maar dit zijn ook de donkere kanten. En wij zijn mensen, wij hebben allemaal donkere kanten. We hebben allemaal vervelende situaties die we meemaken, begrijp je? Zeker, zeker. En dan die programma moeten mensen echt bekijken, man. Want die heeft mij ook echt, dat ik dacht van, wauw, die heeft me wat te pakken gehad. Dat ik dacht van, tabarakallah, dat hij dit zegt, man. Ja. Want er zijn heel veel mensen die kampen met verslavingsproblemen, begrijp je? Heel veel mensen hebben verslavingen, maar uiteindelijk zetten die ene stap niet, begrijp je? Ja, ja, ja. Die zetten die stap niet richting professioneel hulp. En ik ken mensen in mijn omgeving ook echt die verslaving hebben. En geloof mij, families gaan er kapot door. Tuurlijk. Zeg maar diegene of die verslaafd, die ziet dat niet. Maar die ziet dat niet in, want waarom? Je bent in een proces, begrijp je? Ik ben bijvoorbeeld op social media. Ik ben op social media, ik maak video's. Of ik ben met mijn kinderen bezig. En als ik met mijn kinderen bezig ben, dan zeg ik ook tegen mijn vrouw van, hey, als ik te veel met kinderen aan het crossen ben, of als ik te veel met social media bezig ben, zeg dat tegen mij. Want ik ben ook mens. Ik doe Allah alam, ik weet niet, misschien ga ik er te ver heen, misschien ben ik goed bezig. Allah alam. Het is geleidelijk. Net als met aankomen, als mensen aankomen met qua gewicht. Je bent niet eens van 80 kilo naar 120 kilo. Ja, dan zou je het doorhebben. Maar als je van 80 kilo naar 81 kilo, naar 83 kilo, dan gaat het stapsgewijs. En dan heb je het niet door dat je aankomt. Dat mensen in je omgeving zeggen, hé, ik ben aangekomen, bro. En dan ga je een besefmomentje krijgen en denk je, ja man, hé, klopt man, ja. Een spiegel voor jou. Ja, soms, het is heel belangrijk om die spiegel dagelijks voor je te houden, man, broeder. Ja. Want je moet echt elke dag dankbaar zijn als je opstaat. Alhamdulillah, ik zeg altijd tegen mensen, ik blijf video's elke dag hetzelfde maken. Want elke dag is voor mij hetzelfde. Ja, ja. Elke dag is weer, alhamdulillah, dankbaarheid tonen dat je bent opgestaan. Mensen beseffen dat niet, weet. Kijk eens waar je je focus op legt. Stel je voor. Is allemaal vanzelfsprekend. Ja, dat je denkt dat je gezond bent, opstaan en gaat en douchen en gewoon. Nee, maar kijk, omdat het normaal wordt. Ja, en ik leer mijn kinderen zelfs nu al, dingen moeten niet normaal worden in het leven. Dingen moeten niet normaal worden. Je weet het moet niet normaal zijn dat je gewoon op vakantie kan gaan. Dat je, wanneer je wilt gaan, kan je gaan. Het is niet normaal. Alhamdulillah, je moet daar dankbaar voor zijn. En die jongens die met mij omgaan, die coach ik daar echt op. Je weet toch? Wallah, ik heb Joey Bravo met wie ik omga. Rahim. Voor de mensen die hem niet kennen, je weet toch? Die kennen hem. Allemaal Joey Bravo. Maar ik ga met hem om en achter de schermen leer ik hem dagelijks dingen. Ik ben de laatste tijd bezig met Donnie Roofing. Ik ben veel met Donnie Roofing. Yeah. Echt een jongen met een mindset waar je u tegen zegt. Die jongen is ook echt aan het knallen. Tabarakallah, echt een goede jongen. Ik ken die jongen alleen van Instagram normaal. Ja. Maar laatste tijd ik ga met die jongen om. Wallah, tabarakallah, dan heb je die Andy. Die jongens die willen leren, begrijp je? Die en als ik iets, wallah, bro, je moet openstaan voor veranderingen. Openstaan voor verbeteringen. Nooit denken dat je alles beter kan en dat je alles beter weet. Mensen denken altijd, ja, ik weet het al. Maar waarom doe je er niks mee dan? Ze weten het allemaal, maar ze doen er allemaal niks mee. Ja, precies. Daar heb je wel gelijk in, man. Goeie Mohammed, zijn er dingen waarvan je spijt hebt in het leven? Weet je, het is broer, natuurlijk zijn er wel bepaalde dingen waarvan je denkt van, ja, dit had ik misschien toch op een andere manier kunnen doen. Maar die dingen hebben mij gevormd tot de Mohammed die nu naast je zit, begrijp je? Dus kijk, spijt is een groot woord. Misschien konden dingen bepaalde dingen anders. Word ik in al die dingen die ik heb gedaan, broeder, daar stond ik achter. Ik sta achter de dingen die ik doe. Je weet toch, en zou ik mijn leven overnieuw moeten doen, zou ik het precies hetzelfde nog eens doen. Gewoon precies hetzelfde nog eens, want anders kan ik niet praten vanuit mijn ervaring en vanuit mijn levenservaringen die ik heb meegemaakt, begrijp je? Ja. Als ik alles had opgelezen op een boekje en alles moest gaan zoals het gaat, ja. Hetzelfde als je zegt van, ja, een relatie waar nooit ruzie is. Is dat een gezonde relatie? Nee, dat kan geen gezonde relatie zijn, broeder. Nee, want dan klopt er iets niet. Nee, precies. Mensen zien Lamborghinis, ze denken, weet je wat, ik ga ook supplementen verkopen. Maar ze vergeten dat Arsak van Allah komt, je weet toch? Ik doe mijn sebbe, broeder, ik sta op en ik knal, volle broeder, ik knal elke dag. Ja. Er is geen mensen die met mij omgaan, ik ga niet met veel mensen om, maar als ik bijvoorbeeld met mijn zwager ben, broeder, je weet, hij is met mijn auto, hij zegt mij, hey bro, als ik dit hele dag moet meemaken, ik zou doordraaien, man. Ja, tuurlijk. Ik zeg, broer, dit is wie ik ben, ik kan niet werken zonder druk. Begrijp je? Ik moet prestatiedruk, ik moet druk hebben op mij, je weet, dat ik gewoon knal, snap je? Hetzelfde als ik tegen mensen zeg, mensen zeggen, ja Mohammed, ik heb moeite met afvallen, man. Zeg maar, hoe graag wil je afvallen? Ja bro, ik wil echt graag afvallen. Maar hoe graag wil je afvallen? Ja, ik wil het wel graag. Maar waarom lukt het niet? Ja, ik weet niet, man, bro. Ik heb alles geprobeerd. Ik zeg, is goed, bro. Als ik jou nu ga zeggen dat je 15 kilo moet afvallen binnen een maand, dan ga je me zeggen dat dat niet haalbaar is. Maar als ik jou ga zeggen, je moet 15 kilo afvallen binnen een maand, anders gebeurt er iets met jouw kinderen of met jouw vrouw of met één iemand van jouw geliefde, geloof mijn broeder, dan val je 20 kilo af. Maar waarom nu wel dan? Nu wel, omdat die druk is, die is hoog. Jij moet. Er is geen andere keus. En dat is wat ik aan mensen altijd meegeef, is zet jezelf in zo'n situatie dat er geen andere keus meer is. Ik moet. Als ik niet doe, dan ga ik, dat gaat niet. Ik moet gewoon. Ja, gewoon. Dus geen weg terug. Nee.
Weet je, dus heel veel mensen zeggen, maar Mobicep, maar hoe zit dat dan eigenlijk met ondernemen? Hè? Stel je nou eens voor dat je dan bijvoorbeeld een doel hebt en er gebeurt iets onderweg en ja, er gebeuren gewoon van die dingen waarvan je denkt van ja, ik kan hier niet doorheen. Wat moet ik dan doen? Gewoon doorgaan. Ja, maar hoe dan? Het is wel heel makkelijk gezegd doorgaan. Ja, ik heb het ook gedaan. En dat is de reden waarom ik je zeg dat je gewoon door moet gaan. En het is hetzelfde als je je navigatie instelt richting Marokko. Je gaat op vakantie naar Marokko toe. Uiteindelijk is die weg misschien afgesloten onderweg. Wat ga je dan doen? Dan kies je toch ook een andere weg. Of je volgt die navigatie met een andere weg. En je volgt hem totdat je uiteindelijk in Marokko bent. Maar waarom dan wel? Dan ga je wel door omdat je heel graag op vakantie wou. Maar in het dagelijks leven, als je bepaalde dingen meemaakt, ga je terug. Oh nee, zo, ik moet nou stoppen, ik moet nou terug. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet, hè? De dingen, nee. De dingen die ga je vormen tot de persoon wie je gaat worden, man, bro. Ja, subhanallah, zeker, Mohammed. Mohammed, jij al lang mijn werk, we kunnen zeggen, jij bent financieel onafhankelijk. Alhamdulillah. Ik heb kleine buik, broer. Alhamdulillah. Allah heeft jou weer gewoon gunstig met financieel heb je het gewoon breed. Alhamdulillah. Maak dat gelukkig, Mohammed. Geef dat innerlijke rust. Nee, weet je, de innerlijke rust vind ik dat ik met mijn kinderen kan zijn. En natuurlijk is geld belangrijk. Maar ik zeg altijd tegen mensen, kijk, geld is belangrijk om te hebben in je zak en niet in je hart. Als je geld hebt, dan is het goed. Maar geld moet jou niet hebben. En heel veel mensen, geld heeft hun. Begrijp je? Kijk, voor mij, alhamdulillah, dat ik bepaalde dingen gewoon kan doen. Ja, dat is omdat ik keihard heb gewerkt. En nu hetgeen heb bereikt wat ik ook wilde bereiken, is dat ik gewoon met mijn kinderen kan zijn wanneer ik met mijn kinderen wil zijn. Sommige mensen willen met hun kinderen zijn, maar ze moeten keihard werken om uiteindelijk in het weekend met hun kinderen te kunnen zijn en daar geen tijd voor hebben. Maar toen ik mijn eerste zoontje kreeg, dacht ik, nee man, ik moet tijd creëren voor mezelf. En hoe creëer ik tijd voor mezelf? Is door keihard te gaan werken nu en uiteindelijk niet in mijn bedrijf te werken, maar aan mijn bedrijf te werken en mijn mensen in mijn bedrijf laten te werken. Dat is een mooie mindset. En natuurlijk geld. Mensen zeggen, ja, geld maakt niet gelukkig. Nee, het is niet het allerbelangrijkste natuurlijk. Het maakt het wel makkelijker. Ja, het maakt het makkelijker. Kijk, en doordat je geld verdient, kun je bepaalde dingen doen die je leuk vindt. En dat geeft jou dat stofje vrij in je hoofd en waarvan je gelukkig gaat worden. Ja. Maar zou ik het leven zo precies overnieuw moeten doen en zou ik geen Lamborghinis hebben of wat dan ook? Ik vind mijn geluk ten alle tijden. Want mijn geluk heb ik vanaf jongs af aan al geleerd dat ik die niet moet vinden in materialisme. Want ga je geluk vinden in materialisme of zoeken in materialisme, dan ga je heel vaak voor teleurstelling te komen staan. Je moet geluk vinden in met je kinderen naar het bos toe te gaan. Alhamdulillah, je moet blij zijn. Als je dingen waardeert, dan pas als je het beseft, gewoon wat je allemaal hebt, dan ga je het echt waarderen. En als je het waardeert, dan ga je er echt van kunnen genieten. Begrijp je? Maar als je alleen maar telkens bent, ja, maar ik moet dit hebben, maar ik moet doekoe, ik wil ook op vakantie. Maar wat doe je ervoor dan? Wat heb je de afgelopen week gedaan om datgene te bereiken wat je wilde bereiken? Je praat alleen. En dat is met heel veel mensen. Ze praten, maar doen niks. Ik praat, maar ik doe. Ja, dat is wel het verschil. Natuurlijk. Ja, maar ook gewoon bewust, weet je, dat al het goede is van Allah. Allah is hetgeen die het geeft. Allah geeft en Allah neemt. Klaar. Begrijp je? Kijk, als ik het ooit niet meer zou hebben, dan is iemand een sebeb geweest die hier tussen is gekomen. Maar Allah die heeft die alles tot daar gedaan voor mij en niet verder. Klaar. En weet je wat mij echt sterk heeft gemaakt in het leven, broeder? Ja. Wallah, dat ik weet dat elke probleem die op mijn pad komt, dat ik van Allah heb gekregen en dat ik hem aankan. Bismillah met elke probleem. Ja, ja. Wallah, welke probleem dan ook komt, kom. Want die heb ik van Allah gekregen, die heb ik niet van jou gekregen. Kom, bismillah, kom. Alles is een test. En hoe moeilijker die test, broeder, hoe mooier de overwinning. Alhamdulillah. Ja. Geduld hebben, sabber hebben en alles komt goed. Heel veel dingen zeg ik tegen mensen. Oké, is goed. Hè? Jij maakt jezelf zo gek om dit. Maar denk nou eens terug. Was het nou de moeite waard om jezelf zo gek te maken om die situatie? Dan zeggen ze allemaal. Ja, eerlijk niet. Nou, bij het volgende probleem, maak jezelf niet zo gek. Maak jezelf niet paranoia. Focus op het positieve en je zal altijd het positieve vinden. Ga je focussen op negativiteit, dan zal je negativiteit altijd vinden, broeder. Klopt, broer. En nou, dan gooi je Mohammed toe. Hoe zijn wij geboren? Zonder tanden. Zonder niks. Helemaal afhankelijk. Bloot. Helemaal niks. En kijk waar we nu zitten. Nee. Zijn we door onszelf? Nee. Alles met de wil van Allah. Wij hebben wel sebeb gedaan, tuurlijk. Maar ik heb alles door hem. Tuurlijk. Maar kijk, weet je, dit is soms zeggen mensen, ja, nou, maar ik heb geen kans. Kijk, ik heb geen kans. Dat is het mooiste wat ik altijd van mensen hoor. Ik heb geen kans. Broeder, je bent vandaag opgestaan. Je hebt de mooiste kans gekregen van je leven om iets van je leven te maken. Ja, en je hebt geen kans. Dus als je morgen niet meer op bent gestaan, dan kun je zeggen, ik heb geen kans. Maar je bent alhamdulillah weer opgestaan. Jij hebt je ogen. Alhamdulillah. Soms praat ik met mensen en dan geven ze alleen besefmomentjes. Ze zeggen mensen, ja maar bro, ik heb niks. En ik heb ruïne met mijn vrouw. En ik zeg, broeder, heb je handen? Ja. Heb je ogen? Ja. Heb je armen? Ja. Heb je benen? Ja. Je hebt je gezondheid? Ja. Je hebt onderdak? Ja. Je hebt werk? Ja. Je hebt alles, bro. Je hebt alles. Je hebt alle middelen om iets van je leven te maken. Ja. Maar je gaat in een slachtofferrol springen. En dat is het probleem wat heel veel mensen doen. Ze springen heel snel in een slachtofferrol. Waarom? Omdat het is makkelijk. En dan sluit op van niemand, nee maar, hij heeft geluk. Nee maar hij heeft dit.
Nee, maar hij heeft dat. Nee, maar broeder, kijk naar jezelf. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ja, bismillah, hoe het gaat. Zeker, zeker. Maar dat is echt zo, broeder. Zoals ze zeggen, beter wereld begin bij jezelf. Dat zijn allemaal dingen die niet zomaar gezegd worden. Waar een wil is, is een weg. En niet waar een wil is, was zich weg. Als jij echt iets wil bereiken, broeder. Tuurlijk, de een heeft iets sneller zijn doel bereikt dan de ander. Maar dat wil niet zeggen dat je moet opgeven. Je hebt zo'n afbeelding, zo'n afbeelding van zo'n man die is goud aan het, of diamanten aan het pakken. En dan zie je op die afbeelding dat hij net stopt op dat ene stukje waar hij bijna bij zijn doel was. Maar je was gestopt en daardoor ben je niet daar gekomen. Je moet doorgaan. Zolang jij niet opgeeft, is de wedstrijd niet afgelopen. En dat is ook zeg maar de stappen naar succes toch? Ken je die 5 stappen naar succes? Nee, welke? Nee? Nee, welke? De eerste is Fajr. Ja. Tweede is door. De laatste, Maghrib en Isha. Ja, als je die hebt, dan heb je al 50% toch? Ja, toch? Ja. Dat is de 5 stappen naar succes. Succes is het gebed, broer. Ja. Dat is echt iets wat je succes brengt in deze wereld en in Hinamas. In Hinamas, ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, eiwitten hoog blijven. Als jij die hasanat moet veel hoger worden. Je weet het. En op social media, broeder. Want ik wil vaak dingen posten over geloof en alles, je weet het. Maar overal waar je te veel voor post, is op een gegeven moment gaan mensen te veel dingen van jou verwachten, begrijp je? Op een gegeven moment, je post nou laatst bijvoorbeeld met Marokko, wat er is gebeurd, je weet toch? Je hebt gezien wat er in Marokko is gebeurd, die aardbeving. Maar uiteindelijk, broeder, dan wil je daar aandacht aan geven. En dan krijg je, ja, maar heb je gezien wat er in Azië is gebeurd? Maar heb je gezien wat er daar is gebeurd? Maar je kan niet voor iedereen... Je weet toch, soms hè, als mensen geen begrip hebben voor jouw situatie, dan kunnen ze heel raar naar jou kijken. Dan vragen ze van, hey broeder, we zijn bezig met de inzameling voor een moskee. Zou je kunnen helpen? En dan zie ik die bericht voorbij komen. En dan denk ik, weet je wat, laat me gewoon deze mensen ook reageren. Dat ik zeg, hey broeder, assalamualaikum, ik zou deze graag willen delen. Maar dit soort dingen worden me elke dag gevraagd, broeder. Dus begrijp me niet verkeerd, maar ik kan deze vandaag niet delen. Je weet het? Hoe bedoel je, bro, voor een moskee kan je niet delen? Broeder. Ze hebben geen levensvermogen. Ja, dan is, ik kan niet met diegene in discussie gaan. Maar diegene die heeft een andere denkwijze. Ze hebben die filter niet. Ja. Ze kunnen dat niet filteren. Ja, broer, kijk, dat is met een auto voorbeeld. Hè. Als jij je focus legt op stel, je hebt deze auto, toen je deze pas kocht. Ja, ja. Hoeveel van deze auto's zag je niet? Opeens valt alles op, ja. Waarom? Omdat jouw brein, die filtert het. Jouw brein filtert bepaalde dingen en die focus wordt nou niet keer naar boven getrokken. Want waarom? Je bent bezig met deze auto. En zo is het ook met het leven. Wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met geloof, jij gaat op een gegeven moment heel veel dingen zien van het geloof. Je gaat op een gegeven moment bezig zijn met geloof. Je gaat met mensen opzoeken die bezig zijn met geloof. Dat is jouw cirkel. Hetzelfde met een Audi. Je ziet deze Audi, je focust op die Audi, dus je gaat die heel veel zien. Maar mensen begrijpen niet dat alles zo werkt in het leven. Ja, je weet, waar jij jezelf op focust, dat gaat uiteindelijk vergroten. Ja, en hoe meer je jezelf in een slachtofferrol gaat zetten, hoe meer je jezelf in een probleem gaat werken. En alleen jij bent degene die jezelf uit die problemen kan halen. Waarom moet je mentaal wel sterk zijn? Omdat ze continu zo met jezelf in strijd te gaan. Wallahi, ik ga het winnen. Moet. Ik ga het overwinnen. Moet je het nips, broeder. Die heb ik met bidden, met opstaan, met alles. Met trainen. Maar zo is het leven, met voeding, met alles. Je hebt nips. Mensen hebben strijd met een ander. Ik zeg, broer, overwin die strijd eerst met jezelf. Weet je hoe moeilijk dat is? Oh, joh, dat is de moeilijkste strijd. Want als je die overwint, broer, dan ben je... Zo, als je continu met jezelf bezig bent, met jaloezie onderdrukken. Gewoon niet naar vrouw kijken, onderdrukken. Gewoon echt tegen jezelf vechten. Weet je dat Omar ibn Khattab, sahaba van de profeet, hij ging tegen zijn honger vechten. Hij zei, wallah, jij gaat niet van mij winnen. Oh, en zijn buik ging knorren, hij zei, jij gaat niet van mij winnen. Ja, kijk, dat is jihad en nips. Gewoon echt vechten met zijn eigen honger. Je, maar, dat is goed. Maar als je met dat soort dingetjes gewoon bezig bent, broer, met jezelf... Wees bezig met jezelf, broeder. Je weet dat, maar dat is ook hoe wij dienen te zijn. Wij moeten bezig zijn met onszelf en ons gezinsleven. Ja. Klaar. Maar ik ben echt... Ik heb het vaak met jullie Bravo erover gehad. Ja. Ik leef echt in mijn eigen bubbel. Oh, ik heb niks met die mensen te maken. Ja. Ik bemoei me met niemand, broeder. Ik kijk niet naar mensen die over mij praten. Nee, toch, praat wat je wil. Goeie Mohammed, het is nooit goed. Ja, dat is... Wat je doet, het is niet goed. Maar kijk, als je dat eenmaal beseft, dan ga je er ook naar leven, begrijp je? Op het begin, toen ik pas op social media was, wilde ik iedereen blij maken. En wilde ik iedereen een gunst doen en wilde ik iedereen maar tevreden stellen. Maar je kan deze dunia geen niet iedereen tevreden stellen. Dus kies je eigen plan en trek op en ga rechtdoor. Als jij gewoon werkt met de juiste intentie, broeder, dan... kan niemand voor jou winnen, man. Ja, zeker, man. En dus de dichtbij vrienden waarmee je nu omgaat, het is gewoon 2-3 of zo. Kijk, weet je eens, bro, ik ben regelmatig met Joey Bravo. Ik ben regelmatig met Andy, maar dat zijn de enige twee. Ja, dan heb je nou Andy, ik bedoel Donnie. Dat zijn jongens met wie ik gewoon bezig ben.
We eten wel eens samen, goed, maar we gaan niet met elkaar echt om ofzo, je weet toch? Ik hoef niet met hun om te gaan, snap je? Okay. Kijk, ga maar een keer op vakantie, oké. Maar hou iedereen op afstand. Want waarom, broer? Als je te dichtbij met mensen komt, hetzelfde met personeel, broeder. Als je met personeel te veel gaat lachen, gaan ze jou als een grappenmaker zien. Personeel is personeel, je weet toch? Jongens, je moet wel je plek kennen. Klaar, ja, 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 toch? Tuurlijk. Als je te veel met jongens omgaat, broer, ik ben vader van 3 kinderen, broer. Ik kan niet met mensen de hele dag omgaan. Ja, ja, logisch. En mijn kinderen, dan, wanneer ga ik hun mijn tijd geven? Ja, is logisch, dat gooi je. Dus voor iedereen die kijkt naar deze video, broeder, heb je kinderen, je weet, geef ze tijd, man. En dan kan je wel zeggen, ja, maar het is moeilijk voor mij, omdat ik bezig ben met werk. Werk een dagje minder. Want geloof mij, die tijd die je gaat verliezen, nou, die ga je nooit meer terughalen. Ja. Nooit meer gaat die terugkomen. De verloren tijd die is weg. En die geld die je verdient, broeder, die komt en die gaat en die komt en die gaat. Maar de verloren tijd die zal nooit meer terugkomen. Of geld je ook zal verdienen. Ja, merk je ook dat, zeg maar, sommige mensen anders doen omdat je bekend bent? Ja, tuurlijk, man. Ja? Mensen gaan niet naar Mohammed doen. Mensen komen met mobies hebben. Ja, ja, ja. Maar ik vind dat niet erg, want ik zeg altijd tegen mensen van tevoren: jij mag mij gebruiken en ik gebruik jou, maar laten we elkaar niet misbruiken. Ja. Snap je? Je weet toch, jij gebruikt mij nou van mijn bereik misschien, lauwe alimeter, maar je, gewoon juist intentie natuurlijk. Ja. Maar jij gebruikt mij van mijn bereik, ik gebruik jou om mijn boodschap weer aan de mensen te geven. En zo gebruiken we elkaar. Maar we misbruiken elkaar niet. In het positieve, ik zeg dat ook tegen Joey Bravo. Die jongens die met mij zijn, die mogen me allemaal gebruiken. Gebruik mij, maar misbruik mij niet. Ja, ja. En heel veel mensen willen altijd misbruik van jou maken. Ja, daar is Mook iets te slim voor. Ja. Weet, ja, ja, je bent volgens mij ook dan direct, hè? Jawel, je bent heel direct. Neem het je gewoon, broeder. Mensen gaan echt van je houden, hè? Ja, ja. Als jij direct bent, hè? Wallah, het is moeilijk. Wallah, mensen gaan echt zeggen, wallah, Bas. Hij? Wallah, helemaal nu. Wacht, hij is hard. Ja. Maar hij is rechtvaardig. Met deze video. Ja. Je zegt, hé, broeder, ga een video maken. En ik zeg, ja, ja, bro, we gaan het doen, man. En op een gegeven moment ga je me weer vragen, hé, we gaan een video maken. Ja, ja, we gaan het doen, we gaan het doen, man. We gaan het doen. En uiteindelijk ga ik die video niet meer maken. Dan ga je zeggen, yeah. Zeg dat gewoon van tevoren. Ja, goed, geen ja, probleem. Zeg, stel voor je vraagt met die video en ik zeg, yo broeder, smachli man, ik wil niet aan meedoen. Dan ben je duidelijk klaar. Klaar. Dan gaan ze zeggen, oké, misschien hebben ze een mening over jou, maar ze gaan je wel respecteren. Ja, ja. Hij zegt, wallah, die man, wallah, Bas. Wallah, hij zei me gewoon eerlijk en niet met die labe eromheen draaien. Ja, mensen draaien te veel om bepaalde dingen heen, omdat ze mensen niet teleur willen stellen. Maar je stelt mensen niet teleur, want je zegt ze gewoon wie je bent ja, en wat je ervan vindt. Anders moet je gaan liegen om de persoon wie je bent, ja, terwijl je eigenlijk helemaal niet zo bent. Nee, man. Je tijd en energie, broeder, wallah, die zijn echt kostbaar. Ja, ik ben 33, alhamdulillah, wallah, ik heb dat echt op tijd gemerkt. Tijd gaat zo snel. Ja. Mijn kinderen die worden steeds ouder en ouder en ouder. Ja, broeder, moet ik nog met mensen grapjes gaan maken? Nee, nee, of, natuurlijk niet. Jij bent volgens mij gewoon echt een huisvader. Ja, alhamdulillah, ik vind het echt fijn om met mijn kinderen te zijn, broeder. Ik maak echt zoveel tijd voor hun. Dat is mijn prioriteit nummer 1. Je weet toch, ik moet tijd maken voor de kids. Uitlaatklep. Ja, broeder, het gaan ouder worden. En die tijd krijg ik nooit meer terug. Nee, natuurlijk niet. Die komt nooit meer terug. Kijk, mijn vader is wat ouder geworden. Maar ik ben nooit vergeten wat hij voor ons altijd deed. Mijn vader had geen geld om voor ons bepaalde dingetjes te kopen die ik graag wilde. Maar was wel altijd met ons met voetbal. We hadden een bus, je weet toch. Mijn vader ging met ons naar zwemmen. Iedere vrijdag gingen we naar Knaak zwemmen voor 2,50 gulden. Nam iedereen uit de buurt mee. Gingen we allemaal met mijn vader mee rijden. Mijn vader was degene die met ons mee ging met voetbal. Mijn vader kwam bij kickbokstraining. Elke kickbokstraining, hè, broeder, ik wil niet zweren, maar er zijn natuurlijk wel dagen geweest dat hij niet is geweest. Maar elke kickbokstraining, hij was daar. Elke voetbaltraining, maar voetbaltraining was wat minder, maar voetbaltraining was hij erbij. Voetbalwedstrijden, mijn vader was erbij. Zwemmen was mijn vader erbij. En dat ben ik hem nooit vergeten. En stel je voor, mijn vader zou ons toen steeds allemaal geld geven en hij was er niet. Zou ik zeggen, ja, mijn vader. Allah heeft ons goed gezet financieel, maar qua tijd en energie, broeder, ik ben al ouder geworden. En ik vind het wel jammer dat hij dat niet heeft gedaan voor ons. En daarom wil ik dat juist voor mijn kinderen doen. Tuurlijk, je weet toch? Ook wanneer ik naar Spanje ga, zeg ik aan mijn kinderen, hé, dit is niet normaal, hè, dat wij nou in Spanje zijn. Ja, maar nee, papa heeft heel hard gewerkt en daarom kunnen wij vaker op vakantie gaan. Maar niet alle kindjes kunnen dat. Niet alle kindjes kunnen zomaar op vakantie gaan of eventjes doen wat ze willen. Nee, er zullen heel veel kinderen zijn die misschien alleen naar Zeeland kunnen. Er zullen heel veel kinderen zijn die het misschien niet kunnen. Ga nooit tegen een kindje op school zeggen van, ja, maar wij zijn er daar geweest. Als papa dat hoort, gaat papa heel boos worden. Dus je maakt ze echt bewust. Ja, ja, ja. Ik geef ze veel lessen mee, broeder. Ja, alhamdulillah. Want het gaat ook voor hun normaal worden. Voor hun gaat ja, dat ze opstaan, dat ze alles krijgen van papa en zo. Je weet maar, ja, maar zo word je geen man. Nee, je weet, we zijn mannen geworden door de dingen die we hebben meegemaakt, ja, ja, omdat we het juist niet hadden. Ja, precies. Je weet toch? En zeg maar, hebben zij er niet moeite mee dat zij, zeg maar, af te worden gefilmd? Je kinderen? Die vinden dat op dit moment niet. Ja, die hebben daar niet echt moeite mee of wat dan ook. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik ben vaak aan het twijfelen geweest van, moet ik mijn kinderen wel op social media zetten? Ja. Moet ik hun niet zetten? Stel je voor, ik zet hen op social media, ze worden ouder en ze wilden dat helemaal niet. Ja. Ja, dan heb ik een probleem met van, ja papa, ik wilde dat eigenlijk niet. Maar ik heb nooit tegen gezegd of ik kon ja, dat zeggen. Ja, maar stel je voor, ze worden ouder en ze wilden het wel. Mijn intentie is gewoon, ik wil gewoon voor hun een platform bouwen. Wat ja, ze er uiteindelijk mee doen, moet ze zelf weten. Stel je voor dat ze dat niet willen, verwijder die platform ook gelijk, je weet ja, toch. Precies, en dan, precies. Ik weet dat de tijd van nu, alleen maar met social media. Want de persoon ben je echt op het moment dat die camera weg is. En wanneer die weg is, klopt. Dan moet je praten, dan moet je kijken hoe die persoon is. Die persoon en dat is hoe ik heb gezien op social media, broer.
Weinig zijn echt gezond. Gek, ja, weinig. Terwijl ze subhanallah zal denken van, ah, waarom en dit, waar ik hier subhanallah. Nee. Mensen houden ook van leedvermaak. Je weet toch? Dat is echt leedvermaak, deze tijd, vooral als het zeg maar goed gaat met iemand en zo. En dit, en mensen zijn hun mes aan het slijpen, bro. Als ik één glijder maak, hè, van alle kanten, hè, zma. Je weet toch, van alle kanten, bro. Ik zal je toch, en hij is een viezerik, en hij is een dit. En ze genieten echt ervan. Maar dan ben je toch intens slecht, bro. Dan ben je echt een slechte persoon. Dan moet je in de spiegel kijken, moet je zeggen van, hoe zou je het vinden, broeder, als dit bij jou zou gebeuren? Die moet pompers krijgen als mensen, weet je, broeder, mensen zijn ontwetend. Mensen zijn, hey, zeg, subhanallah, broer. Vooral leedvermaak, dat vinden ze helemaal geweldig. Heb je gezien? Heb je gehoord? Heb je gehoord? En vooral als je een beetje op staat. Ja, dan genieten ze van. Heb je gehoord? Heb je gezien? Wat dan? Laat eens kijken. Maar als je iets anders post, wat dan, broer, ze gaan niet zo meer komen. Ja, dat is het leven, hè, broer. Dat is het leven, gooi Mohammed. Het is vallen en opstaan. Vallen en opstaan, doorgaan. Van gooi Mohammed. Het belangrijkste is, zeg maar, je hebt die oplader, toch? Ja. Vanaf je hart naar Allah toe. Ja, klaar. Safi. Jij moet connect met hem zijn. Safi. Wallah, dan moet je niet bang zijn in deze nabije wereld. Dit is eventjes. Ja, is even genoeg. Even klaar. Lach je gieren, broer. Dan wil ik in het eindelijk, broeder, weten waar het allemaal om draait. Ja, is jouw goede daden die je meeneemt, snap je? Ja. Die Lamborghini is leuk om te rijden. Tuurlijk. Ik sta liever op dat ik in een Lambo stap dan dat ik in een Fiat stap. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan gelukkiger ben. Ik kwam laatst een meisje tegen. Ze zegt, mag ik even een foto maken met mijn auto naast jouw auto? Op een gegeven moment. Ik zeg, tuurlijk, geen probleem, hoor. En ze was helemaal zo tevreden, zo blij. Zij zegt, je zal wel echt gelukkiger zijn, hoor, met die auto. Ik zeg, nou, ik denk dat we even gelukkig zijn met deze auto's. Want jij bent gelukkig met jouw auto, ik ben gelukkig met deze auto. Maar voor ons is het allebei hetzelfde. Het is niet zomaar dat die auto duurder is, dat mijn geluk dan ook veel meer moet zijn. Nee, en dat leer ik ook aan mensen die met mij zijn. Wanneer ik iets voor bepaalde mensen doe, ze zegt, Mohammed, ik kan nooit iets voor jou terug doen. Wallah, ik wil iets voor jou terug doen. Ik zeg, broeder, kijk. Als ik iets voor jou doe ter waarde van zoveel en jij doet ter waarde van zoveel, dan wil dat niet zeggen dat wij niet compenseren. Ter waarde van zoveel voor jou en ter waarde van zoveel voor een andere persoon, kan hetzelfde aan geven zijn, snap je? Zeker. Jij kan zoveel. Kijk, als jij 100 euro doneert en ik doneer voor 1000 euro, het gaat uiteindelijk om jouw intentie, broeder. Je weet toch, hoe graag wil je dat voor iemand? Je weet toch, hoe graag wil je iemand helpen? Hoe help je een ander en help je een ander om uiteindelijk zelf geholpen te worden? Dan kan je lang wachten om die hulp, want die hulp zal nooit terugkomen. Maar help je iemand gewoon, want ik heb één keertje, hè, broeder. Ja. Kom zo naar mij toe, kunnen we moskee hebben. Hé, maar als ik iets help, dan doe ik dat ook maximaal. Hè. Ja, dan ga ik door. Ja, als ik iemand help, dan weet ik ga daar echt voor. Dus op een gegeven moment, ik had zo'n jongen die ik ken van vroeger, hij kwam naar me toe, we zaten in mijn oude pand. Mm-hmm. Hij zegt, Mohammed, kan je mij helpen met de moskee en het bouwen in België? Mm-hmm. Ik zeg, broeder, geen probleem, chillen. Ik zeg, dit soort dingen worden mij vaak gevraagd, maar ik zeg, maar jij bent ook een bekende van mij. Mm-hmm. En er zit wat anders in, jij regelt daar alles. Bismillah. Ik kan beter, dat is dicht. Ja. Ik zeg, bismillah, laten we knallen. Je kan hier naar links gaan. Yes. Ik zeg, laten we knallen. Dus ik ga dan naar die moskee toe, ik ga daar video's maken. En dan ga ik er ook echt maximaal achteraan, met de juiste intentie. Broeder, toen ik dat had gedaan, de dag daarna, heel mijn leven is veranderd, tot de dag van vandaag. Subhanallah. Wallah, heel mijn leven is veranderd. Ik kan dat niet geloven, hoe mijn leven is veranderd. Vanaf dat moment, gewoon die dag, heb ik de gekste dingen meegemaakt in mijn leven, qua positiviteit. Hè. Gewoon, alles komt op mijn pad, alles. Waarom? Juiste intentie. En dan soms doe je bijvoorbeeld, zeg van, nou jongens, laten we deze moskee helpen. Ja, maar waarom verkoop je je Lambo niet en dan kun je toch die moskee helpen? Kortzichtig. Nee, s'avonds goed, ga nou die. Ja, maar je hebt toch zoveel geld? Waarom help jij die moskee niet dan? Je kan toch je Lambo verkopen? Wat moet je die mensen zeggen? Nee. Maar soms reageer ik wel op die mensen. Zeg ik heb morgen een domme video. Ik maak nou zometeen een domme video. Ik ga viraal. Ja, en dan? Maar ga je dan viraal? Wil je dan zo viraal gaan? Nee, we willen viraal gaan op een goede manier, op een positieve manier. Kwaliteit, geen kwaliteit. Nee. Wij willen echt op kwaliteit gaan, broeder. Je weet het. Maar probeer altijd gewoon een meerwaarde te zijn voor mensen, broeder. Zeker, broeder. Ik doe mijn ding. Alhamdulillah. Doe goede dingen, gooi Mohammed. Doe gewoon binnen de kaders, inshallah, wat jij kan, aan kan, volgens de islam, inshallah. En dan wat mensen zeggen, laat ze maar zeggen. Nee, ik laat ze altijd maar. Mensen zijn ontwetend, je weet hoor. Jurek, broeder. Dat was zoals die Dave Roofik misschien. Wanneer jullie hebben koffie, ik was bezig met islam. Ja, was ook bezig met Billy Lichtlef toen de tijd, man. Met Billy Lichtlef was hij ook toen de tijd. Misschien zocht hij daar zijn rust in. Weet je, bro, mensen zijn aan het struggelen, bro. Allah. Wij zijn, kijk, wat ik zeg, leiding is bij Allah, toch? Ja. Wij zijn verkondigers. Wij moeten alleen het geloof verkondigen. Ja, tuurlijk. Ja. Uiteindelijk moet je zelf kijken. Tuurlijk. Allah leidt degene die hij wil leiden. Zeker. Maar hij is er een beetje mee bezig. Hij is nu misschien afgekliniek, toch? Ja. Maar dat hier kennis is, broer, dat is ook met bekendheid. Bekendheid gaat jou op een gegeven moment ook bepaalde dingen anders laten bekijken, begrijp je? Ja. Hij kan niet naar dit, zeg maar, nog bepaalde dingetjes gaan doen. Dan moet hij dat echt heel stiekem gaan doen. Want de ogen zijn echt op jou.
Dat die ogen zijn. En nu is dit geopenbaard zo naar de mens toe op deze manier. Ja, dan is de kans voor hem veel groter, inshallah, dat hij hier zo snel mogelijk afkomt. Begrijp je? Want broeder, hoe moeilijk het ook is, alles zit tussen je oren. Alles zit tussen je oren. En als je echt iets graag wilt, dan lukt dat. Als ik echt wil afvallen, kan je zoveel moeite doen. Maar als je echt wil, broeder, dan kan. Echt waar, dat is met alles, man. Ook met geloof, ook met alles. Zeker, met alles. Binnen is een weg. Precies. Tuurlijk, 100%. Maar wallah, gooi Mohammed, echt respect, man. Dat je zo over denkt en zo. Want je kan ook trippen als je wil. Je hebt zoveel volgers, ik weet je wat. Mag steeds, ik zoek het. Ik ga roeien dat. Nee, man. Slecht invloed. Nee, man. Broeder, ik zeg je eerlijk, hè. Ik laat die jongens alleen maar goede dingen zien, man. Ik weet dat er ouders meekijken. Ik weet dat er kinderen meekijken. Ik weet dat er kinderen misschien van 13 jaar die niet eens Instagram mogen, die naar mij opkijken als ik bepaalde dingen ga doen waarvan hun ouders zeggen niet doen. En Mohammed doet dat. En Mohammed is succesvol. En Mohammed heeft geld. En Mohammed heeft alles wat ik wil. En Mohammed doet dat ook. Dan gaan ze dat ook doen. Ja. Waarom is het erger om een zonde te openbaren dan om te maken? Een zonde maken is erger. Erg. Maar een zonde openbaren is nog erger. Want waarom al die mensen gaan het ook willen doen? Al die kinderen vinden het leuk. Oh, kom, we gaan ballon doen. Kom, we gaan shisha doen. Oh, kom, we gaan dit. Oh, kom, we gaan uit. Kom, we gaan drugs gebruiken. Ja. Mohammed, die slaat een spijker op zijn kop, zoals ze zeggen. Ja, als je zegt, maar een zonde doet tussen jou en Allah, niemand weet het. Oké, okay, dus dat is tussen jou en Allah. Maar als je het openbaar zet, tientallen duizend mensen kijken. Ja, moeilijk. Dat is moeilijk, gooien, Mohammed. Dat is het probleem. Als je het wow, vlog, wow, ballon of. Nee. Dan doen het alles. Ja, die jongens, wat laat ik jongens? Mijn leven is elke dag hetzelfde. Ik sta op, alhamdulillah, ik doe mijn ding. Ik ga naar de zaak, ik ga met mijn vrouw trainen. Ik kom naar huis toe, ik doe mijn ding. Tot 2:30. Half drie ben ik met mijn kinderen. Wat ik ook kan doen, ik probeer altijd alles te pakken voor 2:30. Soms loopt het wat uit, je weet het. Ik probeer alles voor 2:30. Want waarom? De kinderen zijn klaar met school, ik moet daar zijn. Papa moet daar zijn. Begrijp je? En niet, papa is weg, of papa is geld aan het verdienen, of papa is aan het werk. Ja, maar nu weet ze nog niks. Maar naarmate tijd dat ze ouder worden, gaan ze pas inzien wat papa allemaal voor hun deed. En hoeveel tijd papa voor hun vrijmaakte, begrijp je? En die jongen net ook die mijn bericht stuurt. Ja, dit en dat, maar dankzij jou ben ik echt mijn leven gaan veranderen. En ik zeg, hey, thanks man, je bent echt mijn motivatie, zeg ik tegen hem. Hij zegt, nee man, andersom. Ik zeg, nee, jij motiveert mij door je trots aan de kant te zetten om dat tegen mij te zeggen, dat je door mij... Doe ik het, dus voor mij is dat een voldaan gevoel, van alhamdulillah. Als ik met mijn video's, hè, dan zeg ik, ja, maar bro, mensen hebben altijd wat gegeven. Maar als ik een video maak, hè, over verslaving, en stel je voor dat ik één iemand met die video kan veranderen, alhamdulillah, tranquilos, ik heb mijn ding gedaan. Ik doe het niet om, kijk dan hoe goed ik ben, ik ga nou over verslaving praten, en ik ben een hele lieve jongen, kijk maar hoor, ik ga mensen zeggen hoe het moet. Nee, dat is het niet. Dat zul je het bekijken. Je moet het bekijken van, hé, Bas, maar dat die jongen dit doet, hé, respect man. En mensen hebben altijd wat te zeggen, broeder, je weet het. Altijd. Gooi Mohammed, doe gewoon een keer ding, broer. Zorg goed voor je ouders, zorg goed voor je vrouw, voor je kinderen, dat is wat we doen, man, broeder. Voor je naasten. Dankbaarheid. En vooral is het debat tussen jou en Allah moet goed zijn. Dat is belangrijk. Die proberen we altijd te versterken. Ja, zeker. Wij zijn zondenaren, broeder. Allemaal zondes, je weet toch? Allemaal. Profeet zegt iedereen, dus vanaf Adam tot de laatste. Iedereen is zondaar. Behalve maar degene die de beste onder de zondaren zijn degene die terugkeren naar Allah. Ja. Stap, als je zondaar bent. En het inzien. Tuurlijk. Dat je weet van, hé, man, ik heb vandaag iets gedaan en ze hebben. Ja, Rabbi. Voelt je niet lekker. Sorry, Rabbi. Ik ben zwak, ja, Allah. Het is goed, Sahab. Allah vergeeft. Tuurlijk. En daarom heb ik ook geleerd, hè, broeder. Ik vergeef mensen ook, man. Soms heb ik met mensen dingetjes gehad. Het was niet eens mijn fout. En dan bericht ik diegene of bel ik diegene of contacteer ik diegene. Zeg, broeder, je weet toch, laat het wat het is. Vergeef mij als ik jou in jouw ogen iets heb misdaan of wat dan ook. Vergeef mij. Mensen houden van ruzie en dit. Ik ben niet zo, maar tranquilo. Ik neem het allemaal gewoon, hoe ze zeggen, zo langs met de korreltjes uit, broeder. Je weet toch? Focus op goede dingen, focus daarop en dat zal je energie gaan geven. Iqra. Wat zeggen ze? Iqra, lees. Lees, ga lezen. Lees en je zal zien wat je allemaal op je pad zal krijgen, broeder. Zolang jij maar de juiste intentie hebt met alles wat je doet. Zolang jij gewoon gaat voor wat je wilt gaan. En niet opgeeft en niet kijkt naar een ander wat een ander wel heeft en wat jij niet hebt. Want dan kun je altijd wel blijven kijken naar een ander wat hij heeft en wat jij niet hebt. Want je zal altijd wel kunnen blijven kijken. Maar kijk naar wat je wel hebt. En dat zal je uiteindelijk die voldoening geven om nog meer te knallen in dit leven. Snap je? Of je moet, zeg maar, zoals de hadith van de profeet, hij zegt, kijk altijd naar de mensen die het minder hebben dan jij. Dan heb je het altijd goed, hoor. Niet, zeg maar, dat je, ja, niet de mensen die het beter hebben. Alhamdulillah. Ja. Want als je gaat kijken naar mensen die het beter hebben, bro, kan je altijd blijven kijken. Dat is een ketting, broer. Ja, ik heb één Lamborghini, maar hij heeft twee Lamborghinis, man. Ja, maar hij heeft dit, maar hij heeft dat. Nee, man, broeder. Hé, toch, kijk naar die dingen. Weet je, broer, toen ik begon met supplementen, oh.
Toen ik 30 bestellingen per dag had, oh, alhamdulillah, ik was zo blij. Ik dacht, oh joh, alhamdulillah, oh. En binnen terug, inshallah, tot aan de top. Altijd die energie erin gehouden. Vanaf dag 1 tot de dag van vandaag. Elke dag repeat, repeat, repeat. En dankbaarheid hebben. Dankbaarheid. Ik hoef niet tegen mensen te zeggen, ja, maar ik ben dankbaar hoor. Je weet wel. Hey, bro, Allah, die weet mijn intentie, hoe ik over bepaalde dingen denk en wat ik doe. Ja, die kan mij, hè. En mijn dankbaarheid is, ik ben zo dankbaar met alles wat ik heb. Met de gezondheid die ik heb. Ik ben dankbaar dat ik kinderen kan krijgen. Ik ben dankbaar dat ik eenmaal alleen al een auto heb dat ik van A naar B kan gaan. Ja. En daardoor, omdat ik die dankbaarheid had, was voor mij steeds meer, dat het kwam steeds meer op je pad. Want je bent gewoon, maar als je te veel, nee, ik moet dit, ik moet dat. Dan ga je niet ver komen in het leven, man. Je moet gewoon normaal doen, net zoals ze zeggen. Goeie, doe maar normaal, doe je gek genoeg, zeggen ze wel eens in Brabant, hé. Links. Ja, ben jullie ook echt gewoon geboren en getogen, Bram? Ja, man. Jij, waar kom je vandaan? Ik kom uit Dordrecht. Ja, toch. Voor degenen die allemaal kijken naar deze video, vergeet natuurlijk deze video niet te liken, te delen, te abonneren. Delen met de mensen die je lief hebt, begrijp je? Ja. Die gewoon positieve energie wilt geven. Uiteindelijk, subhanallah, gooi maar waar we het over hadden, is gewoon om positief iets mee te brengen bij de mensen. Met die mensen, ja, natuurlijk. Maar mensen kennen alleen soms, ja, de mensen die we vanaf nu kennen Lamborghinis. Oh, dit. Dat is allemaal leuk. Ja, hihihaha. Andere kant van Mohammed. Ja, dat is de werkvloer. Wat ik tegen jou zei, mijn neven woont hier in Breda. Ze hebben, wallah, hij zei tegen mij, Mohammed, hoe hij vroeger was, hij is nog steeds hetzelfde. Ja, altijd. Hoe ik hem van vroeger ken. Wallah. En mensen die echt kennen. Wallah, hoe hij doet, hoe hij praat, hij zegt, zo was hij altijd al geweest. Want mijn mensen kennen me niet, weet je wel. Maar met mensen die me echt kennen, ook van Breda en zo, broeder, wallah, die weten, ik ben nooit anders geweest dan anderen. Ik doe gewoon mijn ding. Ja, en ik ben misschien op sommige vlakken opvallender hier naar rechts. Opvallender qua manier van doen, qua manier van praten, maar dat is wie ik ben. Ik ben altijd zo. Dat is moken, jongen. Dat is moken uit de hoge vlucht, jongen. We bring Dubai en Marbella to the Netherlands. Adi Gurus, hier is. Nee, maar dat is mooi. We zitten, morgen kan juist hebben een goede beeld. Alhamdulillah, we zijn het knap. We moeten elkaar juist supporten. Je weet toch? Nee, man, kijk hem bluffen. Help hem, help je supporten. Wat doen ze? Koop bij iemand anders supplement. Koop bij hem. Koop juist bij jouw brother. Ook voor mensen, je, als je een broeder hebt die een onderneming heeft gestart, support je brada, support hem. Sakina reizen, met Omar. Natuurlijk, maar Dini, je support die ook een brada, als ze maar goede dingen doen. Dat is het allerbelangrijkste, je weet toch. En als je een broeder hebt die een onderneming heeft, ga niet naar hem toe en zeg, ja, gun mij van die prijs. Jij moet hem juist gunnen, je moet juist met hem kopen, geef hem nog extra. En zeg tegen hem, tabarakallah alaik, Allah zedelijk, inshallah, met deze M&O wat ik jou geef, ik hoop dat je de top zal bereiken. En niet, ja, gun mij een beetje met die prijzen, ja, je weet toch? Ja, broeder, is er wat korting? Ja, korting is er, want ik heb het wel realistisch. Ja, natuurlijk, maar mensen willen altijd korting. Ja, geer. Thanks voor je tijd, man. Thanks, man. Je weet, broeder, mijn nummer, als er wat is, je kan altijd bellen. Shokran, broeder. Beste mensen, dat is mijn aflevering samen met Mohammed. Dit is de andere kant van Mohammed. En laat in onder reacties weten. Wie moet hier nog meer uitnodigen? Wie moet hier op deze stoel zitten? Op deze warme stoel van ons broeder? Deze warme stoel, inshallah. Ja, man. En vergeet niet te abonneren, beste mensen. Slam, aflevering. Salam alaikum wa rahmatullahi.